Venray was het decor voor de ploegpresentatie van cyclingteam Jo-Piels. De ploeg van Rijk Vink, die dit jaar 10 jaar bestaat, mag terugkijken op het beste seizoen ooit. Kijk, een Nederlands kampioen tijdrijden, winnaar van Olympische Tour, 14 UCI-wedstrijden winnen. Ja, dat, volgens mij heeft weinig één Nederlandse ploeg dat in de... In het Nederlandse wielrennen gered de laatste jaren. En die prestaties resulteerden in profcontracten, maar ook een leegloop aan toprenners. Ja, klopt. Koen Bouwman en Steven Lammerting die gaan naar SEG. Opleidingsploeg voor beroepsrenners. En inderdaad Berden de Vries en Maurits Lammerting naar Rompot. En dat is natuurlijk een goede zaak, want als die mannen niet zouden gaan, ja, dan heb je het als ploeg gewoon slecht gedaan. Wie het zeker niet slecht heeft gedaan in 2014 is Twan Brusselman. Winnaar van de beloftecompetitie, maar die bestaat vanaf dit jaar niet meer. Nee, helaas bestaat niet meer. Voor de jonge renners voor de belofte, ja, wel jammer. Er zijn natuurlijk een paar wedstrijden die nu wegvallen. Maar er komen natuurlijk veel wedstrijden, dus we hebben genoeg wedstrijden om te rijden. Je weet dat er een witte trui is in de topcompetitie, hè? Ga je daar nu voor? Ja, ik heb het gehoord, maar ik denk dat het gewoon nog steeds voor ons team een doel is om gewoon de wedstrijden te winnen. En verder zien we wel gewoon. Wedstrijden winnen, daar weet rassprinter Jeff Vermeulen alles van. Hij is een nieuwkomer in de ploeg en stond 1,5 jaar langs de kant vanwege een schorsing door een vervuild voedingssupplement. Maar hij is gemotiveerder dan ooit. Als het alleen op mijn motivatie aan moet komen, dan zou ik er al staan. Maar ik ben 1,5 jaar lang bezig geweest om weer in orde te raken en mijn doel te bereiken. En ik kan wel zeggen dat ik heel goed ben op het moment. Heb je getwijfeld aan Jeff Vermeulen? Nou, we hebben een goed gesprek gehad met Jeff. We hebben onder andere de status van de UCI gezien. Waarop heel veel mensen stonden die doping gebruikt hadden. Nou, bij Jeff stond zijn naam, maar er stond geen enkel product achter. We hebben ons goed laten informeren. Daarnaast vinden wij dat iemand sowieso een tweede kans verdient. Dat geldt voor wie dan ook in het leven. En nogmaals, het gesprek is zeer goed geweest met Jeff. En we hebben, toen we het gesprek hadden, gehad geen enkel moment getwijfeld. Want die willen we erbij hebben, klaar. Rens de Stroet is een vaste waarde binnen de ploeg en beschikt ook over zeer rappe benen. Maar komt hij nog wel aan sprinten toe met Jeff Vermeulen erbij? Nou, ik heb de laatste jaren wel geprobeerd om te sprinten, maar vaak kwam ik gewoon tekort. Ik denk dat ik juist gebruik kan maken van Jeff in onze ploeg. Als hij bijvoorbeeld in een kopgroep zit en waar ik ook bij zit, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen wegrijden. En dan heeft Jeff eigenlijk een voordeel, want dan hoeft hij niet te rijden. En ik kan mijn ding doen door weg te gaan rijden. En, ja, zo moet je dat denk ik een beetje bekijken. Ik denk niet dat ik dat als nadeel moet zien, want dan gaat het ook tegen je werken. Naast Jeff Vermeulen is er nog iemand die een tweede kans krijgt bij cyclingteam Jo-Piels. Sven van Luik. Klein van stuk, maar een vechtertje met een leeuwenhart, waar wel een klein probleempje mee bleek te zijn. Mio cuore era un po' distrutto. Twee knieoperaties, een hernia en een hartoperatie dwongen Sven om een stap terug te zetten. Maar hij herstelde snel en koos voor een tussenjaar in Italië. Ja, het was altijd al een droom van mij om in het buitenland een jaar te koersen. En ja, Italië trekt mij gewoon enorm. En ik kon een klein beetje Italiaans praten omdat ik een cursus had gevolgd. Ik dacht dat ik het kon, maar toen ik in Italië kwam viel het vies tegen. Nou ja, uitspraak is goed. Grazie, grazie. Na een inspanningstest die we moesten doen vanuit de ploeg, bleek dat ik iets van een sporthart had. En na de inspanningstest schoot mijn hartslag ineens naar 230. Het was ook de meest bizarre operatie. Want je bent gewoon bij kennis omdat je moet aangeven of dit het is, zeg maar. Want ze gaan hem opwekken. En ja, je hebt totaal geen controle over wat ze doen. En dat is echt heel, heel bizar. Ja, de medische dossiers stapelen zich op bij cyclingteam Jo-Piels. Want ook bij teammanager Rijk Vink is het raak. Vorig jaar om deze tijd zag het er heel beroerd uit. Chemo gehad, bestraling gehad. Toen is mij eigenlijk naar huis gestuurd van wacht maar. Ging het heel poosje goed en nu gaat het op dit moment iets minder. Want als ik dan nog een stapje verder ga, Rijk, hoe lang geven ze je nog? Nou, vorig jaar om deze tijd gaan ze me 3 maanden. Dus, maar ik ben vrij eigenwijs. Dus Maar er wordt niet getreurd bij de ploeg. Iedereen staat op scherp en de neuzen staan dezelfde kant op. Zo bleek toen er al even geoefend werd voor de sprinttrein van Jeff Vermeulen. Laat je vrienden in de baan.
Ja, de sfeer zit erin en de eerste koers is in aantocht, de Ster van Zwolle. Dus informeer ik nog maar eens naar de topfavoriet. Ik denk dat Elmar Reinders wel heel ver gaat komen. Ik denk Elmar Reinders. Elmar Reinders. Ik wil daar graag winnen, ja. Elmar kan zeer hard fietsen. Moet nog wat meer doseren als hij kan. Dan zal ik moeten zorgen dat ik voordat er gesprint wordt, dat ik alleen weg ben. Als hij zich een klein beetje kan verstoppen en een klein beetje linker nog kan spelen, dan is Elmar voor mij de grote favoriet. Hiep, 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 hiep.